wij? Wat zijn wij aan het doen? Nou, eens even denken. Ja, goed zo. We zijn onderweg naar Dordt. Naar de garage, naar Free Hilger dus. En daar gaan we even onze winterbanden erom laten leggen. We hadden ze gratis gekregen destijds. Wat wil nu het geval? Dat er nu nog twee maar goed genoeg zijn voor het buitenland. Dus moeten er twee nieuwe bij komen. Maar goed, dat is niet anders. Toch? Het zei zo. En ondertussen ben ik eventjes lekker appelstukjes aan het eten. Dus lekker op de gezonde tour. En Paul heeft een broodje ei. Dus. En we mogen nu even zachter gaan rijden. Dus ik hoop niet dat er weer van alles aan de hand is. We rijden nu op de 15 al, geloof ik, op de A15. Toch? Ja. Ja, oké. Okay. Nou, ik moet een baan opschuiven. Oké. Okay. Dan gaan we dat zomaar eens even doen dan. Nou, dat was weer een leuk prijsje, maar ik had hem wel verwacht, ongeveer rond die prijs. Dus uiteindelijk, ja... Het is niet anders, het moet toch? Dan, is dan kom je in de problemen. Dan kom je echt in de problemen in Duitsland als je aangehouden wordt of zo. Ja. Nu onderweg eventjes naar het ouderlijk huis. Kijken of we daar misschien nog mee kunnen helpen met het stookblok leeg. Ruime Paul niet, ik wel. Maar ik weet niet, misschien zijn ze ook al klaar. Dus dan in ieder geval even daar zo meteen lunchen. Zo, eventjes meehelpen maar, want het is nog een beetje te vroeg om al te gaan lunchen. Het is bijna 11:30 pas. Ja. Dus dit helemaal, vertel maar wat allemaal moet gebeuren. Nou, in principe moet alles, maar dan ook alles wat hier staat, op de grond, tegen de muren, alles moet eruit, want het hele hok moet leeg. Omdat er asbest uitgehaald moet worden uit de ketel en ook iets bij het plafond, maar dat weet ik niet precies. En dat gaat maandag gebeuren, dus dan moet alles hier weg. Maar daar moeten we al beginnen, iets verderop. Daar waren een paar losse dingen. Hè, ja, dat we even wat ruimte maken dat daar een heleboel naartoe kan. Oh, op die manier. Ik snap het. Ja? Dat is mooi. Er zit nog wat potgrond in deze zak. Dat mag ik meenemen. Dat is mooi. Ja. Nou, zie hier het resultaat van 2 uurtjes doorwerken. Met een aantal rustpauzes, want mijn vermoeidheid nekte me flink hier en daar. Maar goed, uiteindelijk op deze 2 dingen na is het leeg. Heel klein beetje hulp gehad met sjouwen van Paul net van ijzeren dingen. Die had ik niet kunnen tillen, maar dit is voor Paul ook te zwaar. En zo ziet het er hier aan deze kant uit nu. Klein beetje voller dan net. Alle zooi is deze kant praktisch opgegaan. Op een aantal dingen na. Dus dat is nu lekker volletjes. Maar ik ga nou even echt goed uitrusten. Ik heb tussendoor een aantal keer uitgerust, maar echt uitrusten. Dat is een beetje vroeg inderdaad. Ja, gaat de bovenop ook. Is dat niet een beetje vroeg, jongen? Ik weet het niet, maar... Ik weet het wel zeker. Half december, dan heb je toch een probleempje als jij uit kan komen. Ja, tuurlijk. Voor de 2e keer binnen een week naar Panda's. Nu met Paul. Nu op rij 11. Oké. Okay. Nee, ik heb wel bels of zo. Nee, ik ken het nog niet. Daar hoor ik nog geen kerstmuziek in. Nee, niet. Maar ik ken die muziek. Ik ken nog geen spelen. Ik ken nog niet spelen. Dat ken ik niet. Nou ja, dan zeggen we bij deze maar. Laters.